Hoi iedereen en leuk dat je kijkt naar Aldis Games. Ik ben Bo en welkom bij deze nieuwe serie genaamd Sims 4 Vampieren. En zoals je ziet ben ik hier in Forgotten Hollow, dat is de vampierenstad in de Sims 4. En dit huis dat je hier ziet, dit is mijn huis. En voor alle nieuwe mensen die deze serie nu nieuw gaan kijken, die nieuw zijn op dit kanaal, welkom. Doe vast even een duimpje omhoog als je zin hebt in deze Sims video's. En abonneer natuurlijk op ons kanaal hier beneden, zodat je geen één Sims video van ons mist. Of een andere video natuurlijk. En voor de mensen die de serie al langer volgen, ik zal het namelijk even uitleggen voor als je het niet weet. Ik speel al meer dan 2 jaar lang met dezelfde familie, de familie Wilson. Ik heb een mega grote stamboom die ik straks ook even zou laten zien. En daar speel ik dus al 2 jaar lang mee, dus ik heb een enorme familie. Natuurlijk zijn er al heel veel mensen dood gegaan, ook in die 2 jaar. Maar er zijn ook, nu gaan we weer verder, zeg maar, met de mensen waar ik nu het leven mee speel, zeg maar. Dat klonk heel raar, maar dat maakt niet uit. We gaan eventjes naar het huis toe en dit is dus het huis waar ik in woon. En deze stad hier is Forgotten Hollow dus. Super mooi allemaal, het is een beetje in een enge sfeer, maar dat hoort er natuurlijk bij, want het is een vampierenstad. Ik ga eventjes het huis laten zien. Of nee, ik heb dat ook in mijn vorige aflevering laten zien, maar ik ga het toch eventjes een beetje laten zien. Ik introduceer jullie eerst eventjes mijn sim. Dit is namelijk Macy Wilson. Ze is een jongvolwassene en ze is een vampier uiteraard. Ik zal eventjes laten zien hoe ze eruit ziet als vampier. Zo, en dan ziet ze er zo uit. Dus dit is Macy. En ik zal jullie nu ook eventjes de stamboom laten zien, want die is dus ontzettend groot van mij. Kijk eens aan. Dit is mijn stamboom. Dit is dus de moeder van Macy en Luke Wilson, dat is weer de vader van haar. Nou, hier weer haar vader, zijn vader. Nou, in ieder geval, de stamboom is enorm groot zoals je ziet. Enorm veel mensen staan erin. Als je deze serie ook al 2 jaar lang volgt, ken je ze allemaal. Maar als je net begint met deze serie kijken, ken je ze niet allemaal. Maar dat maakt verder ook niet uit. In ieder geval, we hebben een mega grote familie, een mega grote stamboom. En ik ben dus in de vorige aflevering, toen heette de serie nog Sims 4 Stedelijk Leven, ben ik gaan verhuizen met Macy. Ze is jong volwassen geworden, dus is op haarzelf gaan wonen. En nu gaan we samen met Macy een nieuw bestaan opbouwen als vampier. En deze man hier, trouwens ook even laten zien, dit is Caleb Vator. Dat is een vampier die al in de Sims zit als je Sims 4 Vampieren het pakket koopt. En Macy die is een beetje verliefd op hem. En Caleb ook op haar. Ze hebben nog geen verkering. Maar ze zijn wel met elkaar aan het daten, zeg maar. En ik heb Caleb zijn kleding trouwens ook even aangepast. Voor de mensen die dat opvalt. Want Caleb die zag er als vampier en als mens precies hetzelfde uit. En ik wilde wel dat hij als normaal mens, zeg maar, dat hij dan ook gewoon een beetje er als mens uitzag. En niet als vampier. Dus hij ziet er nu zo uit als mens. En als vampier, dan ziet hij er weer iets anders uit. Iets enger. Het huis dan natuurlijk. Dit is het huis. Ik vind het super mooi. Het ziet er gewoon uit als een normaal huis. Dit is de bovenkant. Dit is de slaapkamer van Macy, waar ze niet echt heel veel slaapt, want ze slaapt meestal in de doodskist. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hier hebben we een kinderkamer voor een eventueel kind. Nou ja, badkamertje daar. Boven de vampierenzolder. Deze heb ik helemaal zelf in elkaar geknutseld. Het huis heb ik trouwens gedownload. Ik zal het huis ook even in mijn galerij zetten. Mijn originaam is Bokodo. Wacht, ik zal het wel eventjes gewoon snel laten zien. Dan is het allemaal eventjes wat duidelijker. Dit is mijn origin. Bokodo is mijn naam. En je kan hiervan alles van mij downloaden. Nou, dit is mijn galerij. Ik heb in ieder geval genoeg om te downloaden. Huizen, sims, alles wat je maar nodig hebt. Je kan het allemaal vinden op mijn profiel. En ik zet dus ook mijn families waarmee ik in mijn serie speel. Die zet ik in de galerij. En mijn huizen waarmee ik speel zet ik er ook in. Ik heet Bokodo. Je ziet het hier staan. Met 4 keer een O aan het eind. Dus onthoud dat even. Als je mij wilt opzoeken, verander dit naar EA Account ID. Typ je zo Bokodo in met 4 O's. En als het goed is, vind je dan mijn dingen. Ja, kijk, dan vind je allemaal poppetjes van mij in huizen en zo. Nou, dan klik je bijvoorbeeld hier en dan kan je me volgen en alles. Dus top. Dus daar kan je dadelijk ook dit huis vinden en deze familie dus. Macy en Caleb. Nou ja, ik wil dus een vriendje zoeken voor Macy. Ik heb zo'n idee dat het Caleb gaat worden. Want ze zijn helemaal verliefd op elkaar. Dus ik denk dat dat wel gewoon top is om hun bij elkaar te laten. Om hun verkering te laten hebben. Weet je, ik ga het gewoon nu meteen doen. Ik ga het gewoon meteen doen. Ik ga ze meteen verkering laten vragen. Even kijken hoor.
ik kan het nu niet vinden. Oh, de optie staat er helemaal niet. Maar kan het dan wel? Moet wel kunnen, toch? Liefde. Even kijken. Eeuwige liefde verklaren. Oh, dat kunnen we zelfs ook doen. Even kijken. Oh ja, hier. Vaste verkering vragen. We gaan het gewoon doen. We nemen verkering met Caleb. Ik bedoel, ik zou niet weten met wie Macy anders nog verkering moet nemen. Want ze zijn helemaal verliefd op elkaar. Oh, kijk. Hij wil het ook natuurlijk. Selfie! Ja, oké. Okay. Nou, dit is helemaal top. Hun passen helemaal geweldig bij elkaar. Caleb is net een vriend van Macy geworden. Eigenlijk moet hij nu ook bij ons intrekken natuurlijk. Ja, ik twijfel of ik dat nu al meteen doe. Wel heel snel, maar ik vind het wel heel leuk om met Caleb en Macy samen het leven te gaan... ja, hoe noem je dat? Het leven te gaan leven, ja. Hoe moet ik het anders zeggen? In ieder geval, in de vorige aflevering had ik ook gevraagd hoe ik nou dat Siksam muggenvalzaadje moet planten. Maar jullie zeiden dat het niet in een bak moest, maar gewoon op de grond. Dus dat ga ik nu proberen. Ik ga dan dit ding weggooien. Zo, en die Siksam muggenplant. Even kijken hoor. Want waar ga ik die dan neerzetten? Ik weet niet hoe groot dat ding wordt. Ik denk dat die heel groot wordt eigenlijk, want hij past er niet in zo'n bak. Ik ga hem hier doen. Ik weet niet of het past. We gaan nu trouwens eventjes naar buiten. Ik hoop niet dat we doodbranden van de zon. Want we mogen natuurlijk niet in de zon. Oh, kijk, hij doet het! Oké, dan ga ik het even water geven. Oh, we staan hier in de schaduw natuurlijk. Oh ja, dat kan natuurlijk wel. Even kijken. Oh nee, ze heeft toch nog steeds last van de zon. Nou, planten we deze hier ook nog eventjes. Hopelijk kan die daar ook staan. Ik ben heel benieuwd wat voor plant dit wordt. Het Siksam muggenzaadje. Ik heb geen... of het muggenvalzaadje heet het. Ik denk dat het iets heel groots wordt. Dat het echt een plant wordt die dingen opeet of zo. Ik heb geen idee. Zo, die dingen zijn in ieder geval geplant. Dus dat is helemaal super. We gaan snel weer naar binnen voordat we doodbranden. Ik ga trouwens ook weer eventjes in mijn normale vorm. Trouwens... normaal speelde ik altijd Sims afleveringen. Speelde ik van gewoon een hele middag, zeg maar. Dus van de ochtend tot ze wakker werden. Of nou ja, van de ochtend tot ze net wakker waren. Tot 's avonds dat ze weer gingen slapen. Dat was dan één aflevering, zeg maar. Dus één dag in de Sims was één aflevering. Nu gaat dat iets anders worden. Want Macy is natuurlijk een vampier. En haar, ja, hoe ze leeft, hoe laat ze elke dag wakker wordt en dat, al die dingen... is allemaal heel verschillend. De ene keer zijn ze alleen maar 's nachts wakker. De ene keer zijn ze 's middags wakker. Nu is het bijvoorbeeld 11 uur 's ochtends en heeft ze gewoon in de nacht geslapen. Maar het kan ook voorkomen dat ze overdag slaapt. En dat we in de nacht gaan leven. Dus het is niet meer echt een logische volgorde van één dag in de Sims is één aflevering. Het is gewoon random nu. Dus gewoon als ik denk van, nou, nu is het genoeg. De aflevering stopt, dan is het genoeg. Dus het is niet meer per se dat de aflevering nu elke keer eindigt met dat we gaan slapen. Want dat is, ja, een vampier. Ze is een beetje onvoorspelbaar wanneer ze wakker wordt en wanneer ze moe is. Want ze heeft nu niet zo heel veel energie. Maar we kunnen één keer gaan mediteren en ze heeft weer al de energie. Dus dat, ja, dat is het een beetje. Het is verder, ja... We zien wel gewoon. Jullie zien het vanzelf wel gewoon hoe de afleveringen eruit gaan zien. Natuurlijk blijven de afleveringen wel even lang als de vorige afleveringen. Maar het kan qua tijd een beetje verschillen. Soms leven we in de nacht, soms overdag. Zo, en dan nu. Om vampirische training vragen. Zullen we dat even doen? Misschien kan Caleb ons nog wel wat leren. Ik weet trouwens niet welk niveau Caleb is qua vampier. Wij hebben wel dit balkje bijna vol. Wat betekent dat wij dan een hoogwaardige vampier worden... We moeten trouwens ook weer even een kracht erbij nemen straks. Maar dat doen we zo even. We gaan eerst eventjes weer wat leren. Of in ieder geval Caleb gaat ons wat leren. Zo. Dit betekent dat wij zijn kennis een beetje overnemen volgens mij. Dat hij ons wat leert. Oh, kijk! Rang gestegen tot hoogwaardige vampier. Ja, ja. Ze wordt iedere nacht een beetje sterker. Zorg dat je wat nieuwe vampierkrachten leert. Oké. Okay. Nou, dit is heel erg goed dat we dit nu hebben. Wat wij... Oh... Hij wil ons nog meer leren. Wat kregen we er nou bij? Oh, kijk! We hebben weer allemaal dingen erbij gekregen waar we uit kunnen kiezen. Als je dit niet weet wat het is, dit zijn krachten. Je kan dus krachten kiezen, bijvoorbeeld levensgeest manipuleren. Geen idee wat het is. Vampirische sluimer. Even kijken. Onweerstaanbare sluimer. Nou, in ieder geval staat allemaal eronder wat het inhoudt. Dat kan je dan kiezen, maar bij een kracht moet je ook soms zwakheden kiezen. Dus bijvoorbeeld... Een grillige slaap. De snelheid van het opbouwen van kracht neemt af tijdens het slapen. Dus ja, je kan krachten kiezen, maar je moet dan ook
een zwakte erbij nemen. Dus het is positief, maar ook weer negatief. Maar ja, zo werkt dat. In ieder geval, we gaan nog eventjes wat meer leren. Want we krijgen nog meer training, in ieder geval. Oh, nu is het voorbij? Oké. Okay. Nou, dan ga ik nu even de kracht kiezen. We hebben 7 krachtpunten, dus we kunnen aardig wat dingen kiezen. Even kijken. We kunnen dit doen. Dit is verwerf de macht om deuren van huizen. Oh, hier kunnen we mee inbreken. Nou, dat hoeft niet per se. Kom alles te weten over eigenschappen van een andere sim. Ja, dat is wel handig. Raken immuun voor de negatieve effecten van producten met knoflook. Ja, dat is misschien ook wel handig. Maar ik ben nog nooit echt knoflook tegengekomen of zo als vampier. Dus ik weet ook niet, ik weet niet of dat echt nodig is. Maar wat is dit? Zorg ervoor dat een andere sim in een trance raakt. Oké. Okay. Maankind wordt 's nachts sterker. Dus hierdoor worden we 's nachts sterker. Laat een andere sim in slaap vallen. Verdien de macht om de levensgeest bij andere sims uit te zuigen. Of herstel de levensgeest bij diegenen die helemaal uitgezogen zijn. Huh? Oké, we kunnen de levensgeest manipuleren. Ik weet niet precies wat dat helemaal is. Kunnen we dan mensen vermoorden? Ik lees even. Ontgrendel ware kracht. Zuig de levensgeest. Waardoor ze extreem ontvankelijk worden. Laat Maisie diens dierbare sims beschermen. Of ververschoon haar prooi met behulp van levensgeest herstellen. Oké. De levensgeest kunnen we hiermee herstellen of wegnemen. Ik heb geen idee wat het precies inhoudt, maar het klinkt wel tof. Bouw het tempo van het aanvullen van kracht tijdens het slapen op en laat Maisie vaster slapen. Ja, wat is nou een goede kracht? We hebben ook nog dit. Zorg ervoor dat sims in de buurt Maisie aantrekkelijk vinden. Nou ja, dat hoeft niet echt, want we hebben nu Caleb. Win vaker gevechten en train efficiënter. Dat is ook wel handig, dat we meer... weet je wat? Ik neem dit. En ik neem er dan nog zo een. De levensgeest manipuleren. Dat doe ik. En dan moeten we ook een zwakte nemen. Daar kunnen we kiezen uit. Kan alleen in doodskisten slapen. Nou, dat is wel heel vervelend. Dan kunnen we nooit meer in een normaal bed slapen. Neemt je kracht af tijdens het slapen. Maisie les minder snel de dorst tijdens het drinken. Maakt de zon schadelijker dan normaal. Maisie moet braken van het eten van simmelijk voedsel. Maisie zal af en toe anderen laten walgen door... Oncontroleerbaar te sissen. Ik ga denk ik voor dit. Dat we moeten overgeven van normaal voedsel, zeg maar. Want we eten eigenlijk toch nooit echt normaal voedsel. We drinken alleen maar. Dus dan maakt dat ook niet heel veel uit. Zo. Nou, we hebben weer heel veel krachten erbij genomen. Ik ben nou wel heel benieuwd wat dat levensgeest manipuleren is. Dus dan moeten we eigenlijk eventjes gaan ontdekken, zeg maar. Dus dan moeten we even naar een normale sim toe gaan. En dan moeten we dat even ontdekken. Ik ga trouwens heel eventjes mediteren, want we zijn een beetje moe. Dus ik wacht even tot Maisie een beetje wakkerder is. Oh, nou kijk, ze is alweer energieker. Oké, wat ik ga doen, ik ga eventjes op bezoek bij Maisie haar ouders. Haar ouders zijn trouwens lesbisch, dus ze heeft 2 moeders en geen vader. Even kijken hoor. Ze wonen hier in San Michuno. In dit hele leuke appartementje. Ja, heel veel van jullie zullen dit wellicht nog wel kennen. Maar als je de serie nieuw kijkt en je kent het niet. Ze wonen hier. Supermooi appartement. Ze heeft ook nog een zusje. Die heet Luna. Dus we gaan haar gewoon even op bezoek. Kunnen jullie haar ook eventjes zien. En we nemen Caleb gewoon mee. Kunnen we ook gelijk Caleb eventjes introduceren aan haar familie. En trouwens, dit is Salma. Dit is het beste vriendinnetje van... Hoe heet ze? Van Maisie. En ik heb haar uiterlijk even aangepast. Dus dan weten jullie dat ook weer. En ja, we gaan gewoon eventjes bij haar ouders op bezoek. Oké, hier is het appartement. We kloppen eventjes op de deur. En ik hoop dat er iemand thuis is. Oh ja, natuurlijk is er iemand thuis. Elise is er. Nou, dit is dus de moeder van Maisie. En ja, ze heeft dus nog een moeder. Dat is Christy, maar die is er nu niet. En Luna, die is er nu ook niet. Haar zusje, maar die zijn denk ik naar school. Elise die is thuis, want zij is schrijfster. Dus zij werkt altijd vanuit huis en dan schrijft ze boeken. Ze heeft schrijfniveau 10 volgens mij. Ze is echt ontzettend goed te schrijven. We gaan eventjes met haar praten. Oh, daar komt Caleb. Caleb kan heel snel rennen. Dat vind ik echt gaaf. Dat is dus ook een kracht. Maar ik weet niet wanneer je die krijgt. Oh hier, verdien de kracht om op supersnelheid te rennen. Nou, ik hou mijn muis op en ik heb hem gelijk goed. Maar dit kunnen we dus pas kiezen als we een meeservampier zijn. Dus dat... duurt nog heel even. Oké, maar dit is Elise. En ik wilde dus eventjes kijken hoe dat werkt met die levensgeest. Levensgeest nog wat. Even
kijken. Oh ja, dit is bevelen. Nou, we gaan geen bevel doen. Plasma drinken. Ja, dat moeten we straks ook even doen. Maar hoe kunnen we dan die levensgeest... even kijken. Hoe heet dat nou? Levensgeest? Weet ik veel. Ja, ik heb ook geen idee. Wat stond er nou bij? Verdien de macht om de levensgeest bij andere sims uit te zuigen. Of herstel de levensgeest bij degene die hem uitgezogen zijn. Maar wat is dit dan precies? Ontgrendel ware kracht over het leven. Waardoor ze extreem ontvankelijk worden. Laat Maisy die dierbare sims beschermen of verver schoon haar prooi. Ja, ik weet het niet. Maar waarbij staat dat dan? Bij welke optie? Dat weet ik nou niet. Staat het bij gemeen? Is het gemeen? Nee, het is niet gemeen. Ondeugend. Misschien is het ondeugend. Meer keuzes. Jeetje, zoveel opties altijd. Ik hou het allemaal niet meer bij. Het is niet ondeugend. Het is ook niet grappig, denk ik. Nee. Het staat ook niet bij vampier. Nou, ik heb geen idee. Ik ga wel eventjes... Oh, hier! Levensgeest uitzuigen. Het uitzuigen van de levensgeest van de sim lest de dorst flink, maar het geheugen van de sim zal gewist worden. Oké. Dus als we dit doen, dan hebben wij geen dorst meer. Dan hebben we heel veel gedronken. Maar het geheugen van de sim wordt dan verwijderd. Maar wordt dan het geheugen van Elise verwijderd of van Maisy? Het is allebei een beetje zielig om te doen. Dus daarom ga ik het ook niet, niet bij haar moeder doen. Als ze doen wel heel romantisch. Wat schattig. Oké, maar... Ik ga nog even wat drinken bij haar trouwens. Als dat mag. Misschien mag dat helemaal niet. Oh, jeetje. Om toestemming vragen om te drinken. Maar oké, ik vind het een Oh nee, wat is er? Waarom doen ze zo boos? Dit is ongepast. Mag ik niet eens naar de vaas kijken? Is dat ongepast? Hallo, ik woonde hier gisteren nog, joh. Oké. Prima, ik bied je mijn pot. Oh, Elise is altijd zo lief. Elise die laat altijd Maisy bij haar drinken. Vind ik echt lief van haar. Maar dat levensgeest uitzuigen wil ik dus wel bij iemand proberen. Maar niet bij Elise. Want ik ben heel bang dat ik dan dadelijk haar leven verpest. En dat ze ineens doodgaat of zo. Dus dat ga ik dan wel even bij een andere sim doen. Die ik bijvoorbeeld niet mag. Maar goed, dan moet ik dat even bekijken. Maar het kan ook dat de geheugen van Maisy gewist wordt. Maar dat neem ik aan van niet. Ik denk dat het dan van de andere sim gebeurt. Oké, we gaan... Oh, dit is trouwens Chrissy. Dit is de andere moeder van Maisy. Dus hebben jullie die ook weer even gezien? Ik zal er even omhelzen. Oh, en daar hebben we Luna. Dat is het zusje van Maisy natuurlijk. En die gaan we even op de wang zoenen. Luna is echt een heel lief meisje hier. Ze gaat gelijk netjes aan de huiswerk. Luna is trouwens geadopteerd. En Maisy die is wel een, gewoon een echt kind zeg maar van hun. En dan zou je denken van, hoe kan dat dan? Want Chrissy en Elise kunnen helemaal niet zwanger worden. Want ze zijn allebei vrouwen. Nou, dat kon wel. Want Chrissy heeft Elise zwanger gemaakt. Dus ja, hoe dat kan. Ja, het kan eigenlijk niet. Maar je kan als vrouw ook een andere vrouw zwanger maken in de Sims. Als je dat kiest. Dus dan ben je eigenlijk een transgender. Maar, weet je, maakt allemaal niet uit. In ieder geval... Maisy is een echt kind van hun twee, zeg maar. Oh, kijk nou hoe lief. Wat schattig. Oké, nu weer genoeg schattig gedaan. We gaan eventjes ergens naartoe. Want ik wil dat levensgeest uitzuigen even proberen. Waar zullen we dan heen gaan? We kunnen naar de galerie gaan. En dan gaan we gewoon hier naar dat pleintje. Oh, maar dan hoeven we trouwens niet weg. Dan hoeven we niet weg. Nee, dat hoeft dan niet. Want dan kunnen we gewoon hierheen lopen, toch? Waar is dat? Hier. Ja, hier. We kunnen gewoon hierheen lopen. We gaan eventjes als vleermuis hierheen vliegen. Ja, dit is natuurlijk op dezelfde kavel, zeg maar. Dus dan hoeven we helemaal niet meer... Oh, kijk, we zijn getransformeerd. Oh, wat enig. Maar we staan hier nu wel lekker midden in de zon. Dus we moeten eigenlijk eventjes naar binnen toe. Oh, maar dat kan weer niet natuurlijk. Oké. Ja, fijn. Even kijken. Ik wil iemands levensgeest uitzuigen. Ik doe het van Maaike van der Wal. Mag dat? Onbeleefde introductie. Of nee, dat hoeft niet eens volgens mij. Je kan het gewoon gelijk doen. Nee, het kan niet. Onbeleefde introductie. Zo, oké. Dat vond ze vast niet zo leuk. Vampier. Oké, het kan blijkbaar niet. Nee, ik heb geen idee waarom het niet kan. Ik ga snel maar weer even naar binnen. Want ik ben heel bang dat ik dood ga door die zon. Hier, als vleermuis hierheen vliegen... Hupsakee, volgens mij is het dan gewoon een soort teleporteren of zo. Want we zijn er echt gewoon direct. Hier, daar is ze al. Oh, jullie zagen de vleermuis zelfs. Nou, top. In ieder geval... Ja. Ja, we kunnen dat blijkbaar dus alleen bij
bekende Sims doen, maar ik vind het een beetje spannend om dat bij Elise te doen. Als iemand weet wat dat inhoudt, dat levensgeest uitzuigen, laat het dan even weten, want ik ben heel benieuwd. Ik wil het heel graag proberen, maar ja, ik vind het ook een beetje spannend om te proberen, zeg maar. Nou, ik ben weer naar huis toe gegaan. We gaan eventjes op de computer wat meer vampierinformatie opzoeken om eventjes dit balkje wat verder vol te krijgen. Wat is er nou aan de hand? Door betrapt te worden op stelen. Huh? Wanneer hebben we iets gestolen dan? Ik hoor dat de festival t-shirts niet normaal zijn. Laten we er eentje gaan kopen op het festival. Nee, ik wil even zien naar het festival. Sorry, Caleb. Wat ik ook nog even wilde doen is plasma fruitzaadjes kopen. Jeetje, dat is duur. 300 simdollar voor één zo'n pakketje met plasma fruit. Nou, goed. We gaan dat in ieder geval eventjes planten. Zaadpakketje openen. En dan kunnen we dus plasma fruit maken. En wat we dan kunnen doen is, dan kunnen we dat opeten en dan hoeven we bijvoorbeeld geen bloed meer te drinken van Sims. Even kijken hoor. Plasma fruit. Oké, ik ga dat hier planten. Wat hoor ik voor rare geluiden allemaal, joh. Is dat... Oh, dat is bij dit. Oh my god. Er zitten al muggen hierin of zo. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar ik hoor echt een heel eng geluid. Ik ga in ieder geval deze plant, die doe ik even hier naast de boom. Maisie heeft alle informatie over vampieren die online te vinden was gevonden. Nou, helemaal top. Ga ik nu dit eventjes planten. Zo, en dan gaan we dus een plasmafruitplant maken. En dan kunnen wij, dadelijk lekker plasmafruit eten. Oh, ik dacht heel even dat die wegging, maar dat was gelukkig niet zo. Nou, en dan gaan we daarna ook nog eventjes dit water geven natuurlijk. Hier, we worden een echte tuinvrouw. Tuinvrouw, heet dat zo. Oh, gaan we die nu ook water geven? Maar die hebben toch nog water? Oh, huh, wat is dit? Oh, we hebben al een plasmafruitboom. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar die is nog niet goed om te wieden. Of om het ervan af te plukken, zeg maar. Die moet nog verder groeien. Oh, ik wist helemaal niet dat we al zo'n boom hadden. Hebben we nog meer, van die bomen dan? Nee, we hebben er maar eentje. Oh, wist ik helemaal niet. Nou, die zat dan blijkbaar al op de kavel. Wat gaat ze doen? Voor iedereen verstoppen? Nee, Maisie, dat hoeft toch niet? Zo erg is het toch niet? Waarom moet je nou zo schamen? Ja, ze is betrapt op stelen, maar ik heb geen idee wanneer dat gebeurd is. Hier, we gaan onszelf wel even een pep talk geven. Even weer blijer worden. Trouwens, in de volgende aflevering wil ik wat meer mensen een vampier gaan maken. Want er zijn nog helemaal niet zoveel mensen vampier. Alleen Caleb en zijn zus. En dan hebben we nog Vladislaus. Dat is zeg maar de... Hoe noem je dat? Hier staat dat. Dat is de... grootmeester, zeg maar. Dat is dus zeg maar de meester van alle vampieren. En we hebben dan het vriendinnetje van Maisie. Dat is Salma. Die is een vampier. En die zien jullie... Waar is ze nou weer? Oh, ja, die is hier. Dat is ook een vampier. Voor de rest zijn er geen vampieren in de stad. Dus we moeten zeker even wat meer vampieren hebben. Ja, we hadden er nog eentje. En dat was, hoe heet ze? Billy. Maar die was doodgegaan door zonlicht. Dus dat is ook niet echt fijn. Dat was echt zo zielig. Want dat was zeg maar echt de beste vriendin van Maisie. Echt al heel lang. Echt al vanaf kinds af aan. En die was ineens dood door zonlicht. Dus dat was best wel zielig. Maar goed, ik hoop dat Salma niet doodgaat. En we gaan morgen, of nee, in de volgende aflevering, gewoon eventjes wat meer mensen een vampier maken. Wat ik nu ga doen is slapen met Maisie. Voor het eerst gaat ze in haar eigen normale bed, zeg maar. Ze slaapt altijd alleen maar in de kist. Maar nu gaat ze even in haar normale bed. En dit was ook weer de aflevering voor vandaag. Dus doe weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.